Dit is de Innovatiewasstraat. Hier leer jij van experts hoe je succesvol innoveert. Mijn naam is Kim Spinder. Als spreker en adviseur help ik ambitieuze organisaties om zelf aan de slag te gaan met innovatie. Weet je, innovatie is duur, maar weet je nog wat veel duurder is? Niet innoveren. Aan het woord is Henk Volberda. Hij weet alles over innovatie. Als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit doet hij onderzoek naar bedrijven die succesvol innoveren. En wat blijkt? 75% van het innovatiesucces zit in de manier van organiseren, managen en samenwerken. Het is dus tijd voor innovatie op de werkvloer. Alle interessante tips vind je op innovatiewasstraat.com. Wat is voor jou innovatie? Ja, nou, innovatie, uiteindelijk kijk ik naar wat bedrijven realiseren. Dus als wetenschapper kijk ik gewoon naar innovatie als het percentage van de omzet wat komt uit nieuwe producten en diensten. Dat is innovatie. De meeste mensen denken bij innovatie natuurlijk aan technologie. Aan een nieuw product, aan een nieuw concept, aan een nieuwe software. Dat noem ik technologische innovatie. Maar ik zie bij heel veel bedrijven dat die wel investeren in technologische innovatie. Of dat ze investeren in research and development. Maar uiteindelijk leidt het niet tot nieuwe producten en diensten. En dat heeft dan te maken dat, dat medewerkers niet zien zitten. Of dat managers het niet ondersteunen. Of dat het niet past binnen de systemen of structuren binnen de organisatie. Nou, het anders managen en organiseren en inrichten van de arbeid. Ja, dat noem ik dus sociale innovatie. En dat is misschien nog wel belangrijker uiteindelijk voor innovatiesucces. Nog belangrijker? Ja, nou, ik heb daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. En je ziet dat het innovatiesucces wordt voor 25% verklaard door jouw investeringen in nieuwe technologieën. En dus zeg maar je budget voor research and development. Maar liefst 75%, dus driekwart van het innovatiesucces, wordt bepaald door je leiderschapsstijl, je manier van organiseren en de inrichting van de arbeid, 75%. Wauw, ja, dat is wel leuk om daar een beetje op in te zoomen. Want ik denk dat het voor veel organisaties nog steeds wel een eye-opener is. Van, we kunnen heel veel mooie technieken binnenhalen. Ja. Maar als we het intern niet goed georganiseerd hebben, dan werkt het niet. Ja, dan is het een bodemloze put. Ik zie ook heel veel gefrustreerde R&D-managers of managers over innovatie. Die zeggen, ja, we investeren in al die technologieën, we investeren in de R&D. Maar ja, er komt zo weinig uit. Ja. En wat is dan, jij zei net slim manager bijvoorbeeld, leiderschap. Wat moet er veranderen op dat stukje om toch innovatie voor elkaar te krijgen? Nou ja, je vroeg net al wat is innovatie, maar we moeten ook beseffen van innovatie. Voordat een innovatie rendeert ben je vaak 5 of soms 10 jaar verder. Dus als jij te maken hebt met managers die heel erg sturen op korte termijn. We noemen dat heel mooi transactioneel leiderschap. Dus heel erg gericht op het behalen van je target, foutenvermijding. Ja, dan ga je natuurlijk niet innoveren. Dan kun je wel zeggen, ja, de organisatie moet innovatiever worden. We hebben meer nieuwe ideeën nodig. Maar als je mensen alleen maar afrekent op korte termijn succes, krijg je gewoon geen innovatie. Dus die leiderschapstijl is heel erg belangrijk. Ja, ja, en je zei ook de manier van organiseren. Moet een organisatie zich dan ook anders inrichten? Ja, nou ja, kijk, ik denk dat we af moeten van zeg maar die hiërarchische kerstbomen. Met heel veel lagen tussen de top en zeg maar de frontline management. Ja, dan zul je zien dat ideeën van onderop vaak niet worden opgepakt. En ten tweede, ja, die topmanager, ja, die overziet natuurlijk ook niet alle ontwikkelingen. Innovaties ontstaan vaak dicht bij de markt. Met mensen die interacteren met klanten. En dat moet je dus de ruimte geven. Dus innovaties ontstaan vaak heel erg bottom-up. Heb je een heel erg hiërarchisch gelaagde organisatie, ja, dan is met name het herkennen van nieuwe signalen, het oppakken van nieuwe ideeën, ja, dat is eigenlijk onmogelijk. Dus wat we zien eigenlijk de laatste tijd, hè, als je kijkt naar organisaties als Zappos en Spotify en Google, al die Silicon Valley organisaties, die hebben ook hele platte organisatievormen. En we zien de laatste tijd hele nieuwe vormen ontstaan. Bijvoorbeeld noemen we de holocracy. Dat zie je eigenlijk dat er zijn geen bazen meer. Er wordt wel gemanaged, maar er zijn geen bazen meer. Mensen werken in zelforganiserende cirkels. Mensen vervullen verschillende rollen in die cirkels. En
Ja, dan zie je eigenlijk, en dat is dan ook bij Amazon, dus het is de zogenaamde twee pizza rule. Een team mag nooit groter zijn dan dat je twee pizza's met elkaar kunt delen. En dus dat zijn eigenlijk hele platte, fluïde organisaties. En daar zie je dat innovatie ook, nieuwe ideeën veel makkelijker tot stand komen en makkelijker worden opgepakt. Dus zou je dat aanraden, zo'n structuur, als je wilt innoveren als bedrijf? Nou, ik zie het ook al in Nederland gebeuren. Wij doen heel veel onderzoek naar innovatie en welke structuur en organisatievormen dat faciliteren. Ja, je ziet ook in Nederland dat zelforganiserende teams, toeneemt in omvang. En je ziet ze op de meest onverwachte plekken. Je zag ze voorheen alleen in zeer professionele organisaties met hoogopgeleide medewerkers. Finex bijvoorbeeld is een heel mooi voorbeeld, waarbij iedereen in zijn eigen autonome team werkt. En je bepaalt je eigen salaris, maar het komt wel op het intranet te staan. En ja, daar is eigenlijk ook geen, daar zijn eigenlijk niet echt bazen of managers. En de directeur die noemt zich daar ambassadeur. Als ik dat voorbeeld uitleg, zeggen mensen altijd, ja, dat snappen we wel, het zijn goed opgeleide mensen dat het daar werkt. Maar ik zie dat dus ook in de productievloer. Hè. Ik vind DSM Anti-Infectives in Delft vind ik een schitterend voorbeeld, waarbij 10 jaar geleden zei topmanagers van DSM, nou, we geven nog 1 jaar en dan heffen we die fabriek op, want we kunnen dat veel efficiënter in China uitvoeren. En by the way, daar hebben we ook locaties en een joint venture met een Chinese partij. Nou, die mensen hebben geïnvesteerd in technologische innovatie, biotechproductie, minder productiestadia, minder uitstoot. Nou, dat was een technologische innovatie, die hebben ze ook gepatenteerd. Inmiddels wordt dat al gekopieerd door de Chinezen. Tegelijkertijd hebben ze dus geïnvesteerd in sociale innovaties. Dus ze zijn alle managementniveaus hebben ze uitgehaald. Ze zijn gaan werken, dus met die zelf-managing teams. Operators kregen extra opleiding en training. En de productiviteit is in deze fabriek jaarlijks met 12% toegenomen. En in plaats van een probleemfabriek is het nu de ideaalplant van DSM. Dus hè, die platte organisatievormen, waar je mensen veel verantwoordelijkheid hebben, zeggen we, ja, dat kan alleen maar met zeer hoog opgeleide kenniswerkers. Nee, dat werkt ook in productiesettings. En dat draagt bij tot productiviteit. Dat draagt bij aan innovatie. Maar heel belangrijk ook, het draagt ook bij dat mensen meer plezier in hun werk hebben. Dat mensen gelukkiger zijn. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke dimensie die we vaak vergeten. Draagt werkgeluk dan ook uiteindelijk weer bij aan de productiviteit? Ja, zeker. Je ziet, waarom willen zoveel mensen bij Google werken? Omdat ze zo goed betalen? Nee, de gemiddelde salaris liggen lager dan het industriegemiddelde. Maar als je als bedrijf een hele goede imago hebt, als je mensen heel veel ruimte geeft. Hè? Bijvoorbeeld de 20% regel bij Google. Dat in het begin 5% van je tijd mag je besteden aan een fun project. En als dat succesvol is, kan het opgeschaald worden naar 20%. Ja, dat geeft mensen heel veel intrinsieke motivatie. En dat leidt ook tot heel veel ideeën. En uiteindelijk leidt dat ook tot heel veel innovatie. Ja. Ik las laatst een stukje van jou waarin je zei, de andere kant is ook waar, dat soms mensen echt ziek worden door leiderschap. Kun je dat toelichten? Ja, dat is, we zijn ons niet bewust wat eigenlijk het niet benutten van talent in bedrijven, en eigenlijk ja, het niet laten renderen van technologische innovaties, wat dat eigenlijk voor mensen betekent. Ik kom maar heel veel organisaties en zeggen ze, ja, we zijn nu alweer bezig met een reorganisatie. Ja, een organisatie moet natuurlijk wel in beweging blijven. Dus ja, elk jaar moet je eigenlijk wel reorganiseren. Nou, maar besef niet wat voor effect dat het heeft op medewerkers. Als je denkt aan depressies, maar heel belangrijk ook gezondheid van mensen. Sterker nog, ook zelfmoord neemt daardoor toe. Dus het heeft heel veel onzichtbare effecten waar we ons vaak niet van bewust zijn. Nou, dit zijn studies waar ook blijkt dat hoe lager je zit in de hiërarchie van een organisatie, hoe groter de kans op hartfalen. Ja. Als mensen langer dan 52 uur werken, dan heeft ook allerlei bepaalde effecten. Dus ja, we zijn ons vaak niet bewust van de negatieve effecten van alle reorganisaties,
ja, laat ik maar zeggen, negatieve effecten van mismanagement. Laat ik het zo maar even stellen. Heb je een tip voor die managers? Wat moeten ze doen? Nou, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk makkelijk praten. Kijk, je moet wel beseffen, en dat zien wij in ons onderzoek, dat wanneer bedrijven gaan zeggen, we gaan ook investeren in de mensen. We gaan ook investeren in de niet-technologische aspect van innovatie. Bijvoorbeeld leiderschap. We gaan platten organiseren. We investeren in vaardigheden van mensen. We gaan meer open innoveren en co-creëren met partners. Vaak denken managers dan, maar nu ben ik de gevierde gast. En wat je dan vaak ziet, is dat bedrijven door de J-curve moeten. Dus we zien vaak, dus heel veel managers zeggen, we beginnen met zelforganisatie, geef mensen de ruimte, fantastisch. Nou, dan zie je dus vaak ook stresslevels toenemen. Dan zie je dus uiteindelijk de prestaties ook afnemen. Dat noemen we dus de J-curve. En de stij, je moet eerst door een dip heen. Ja. Omdat mensen eigenlijk zich zo aanpassen aan het bestaande systeem. Kijk, heel veel mensen gaan 's ochtends naar hun werk, zetten hun hersenen, hangen ze aan de kapstok, doen hun routines. En vervolgens om 5 uur zetten ze die hersenen weer op. En dan zijn ze bijvoorbeeld coach van een hockeyteam of regisseur van een toneelstuk. Blijken ze heel veel hoogwaardige regievaardigheden te hebben die je nou heel graag op je werk zou willen zien. Nou, dat moeten we juist weer zien te initiëren. En dan moeten mensen toch een mindshift maken. En dat is heel, heel lastig als je gaat innoveren. Omdat mensen zich heel goed aangepast hebben aan het bestaande systeem. Hey, ik ben nog heel benieuwd naar de J-curve. Dus eigenlijk als je ermee aan de slag gaat, dan zeg jij in eerste instantie, als je bijvoorbeeld slim gaat of flexibel gaat organiseren, dan gaat het eerst minder. Ja. Maar is het echt een J? Hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is de dal, bedoel je dat daarmee? Waarom heet het J-curve? Ja, een J betekent je prestatie neemt eerst af. En als je het dan goed doet en je hebt ook het geduld en je blijft investeren, dan zie je een soort hockeystick effect. En dan ga je dus in dat opwaartse effect. Maar hoe zijn we hier eigenlijk op gekomen? We doen jaarlijks de Erasmus Concurrentie en Innovatie Monitor. En we hebben die bedrijven ook gevolgd die investeren in technologie en sociale innovatie. En ik geef heel veel lezingen en elke keer zeg ik, jongens, investeer niet alleen in technologische innovatie, maar ook in sociale innovatie. En dan laat ik de effecten zien dat bedrijven die in sociale innovatie investeren, uiteindelijk een 19% hogere omzetgroei hebben, een veel hoger rendement, een grotere medewerkerstevredenheid. En ja, dan denk ik, wie wil dat nou niet? En toch zie ik dat de adoptie van sociale innovatie nog veel te laag is. En ik vroeg me af, hoe kan het nou dat iedereen wel de effecten zijn, maar dat zo weinig bedrijven en organisaties het doen? En toen hebben we dat onderzoek gedaan om die bedrijven ook over tijd te volgen. En wat je dus eigenlijk, de verklaring die ik ervoor heb, is dat je natuurlijk als manager ook wel heel erg kwetsbaar maakt als je gaat investeren in sociale innovatie. Waarom? Je bent gewend in een duidelijke organisatie waar heel veel rolduidelijkheid is, waar mensen bepaalde taken hebben. Dat geeft ook een bepaalde zekerheid. En nu ga je zeggen, nee jongens, ik leg de verantwoordelijkheid veel lager in de organisatie. Daar ben jij ook zelf verantwoordelijk voor. Dan wordt ook alles veel transparanter en opener. Dat leidt dus bij mensen tot heel veel in eerste instantie onzekerheid. Doe ik het wel goed? Wat zijn eigenlijk nieuwe ideeën? Het leidt ook vaak tot een hoge stress. En dat is precies nou waarom heel veel managers maar denken, laat ik daar maar niet aan beginnen. Ja. Dat is eigenlijk heel erg jammer, omdat je ziet dat als je dit, die dip is natuurlijk niet permanent. Ja, en natuurlijk zijn er heel veel organisaties die zien, bijvoorbeeld, ik zie heel veel experimenten met zelforganisatie zie ik mislukken, omdat de prestatie neemt af. Mensen zeggen, het is niet duidelijk wat er van mij wordt verwacht. En dat men zegt, oké, laten we maar weer teruggaan naar de oude manier van werken. Dat vind ik eigenlijk heel erg jammer, omdat ik weet uit de experimenten en de onderzoeken dat als je dat iets langer doet, dat je uiteindelijk de meerwaarde gaat zien. Dus je bent eigenlijk door die dip heen.
Je moet door die dip heen. En als we dus heel erg steeds denken vanuit die korte termijn. Ja. Korte termijn prestaties. Dan zou ik zeggen, nou ga daar vooral niet in investeren. Ja. Nee, maar ik zie het ook op grote schaal. Ik bedoel, wat ik bij ING zie is. Hè, dus dat ze zeggen, ja, zo'n hiërarchische bank. Die bank die moet veel adaptiever zijn. Al die nieuwe ontwikkelingen. Robotisering, chatbox. Blockchain technologie gaat grote effecten hebben. Een bank wordt een soort ICT-bedrijf. Nou, dan heeft ING ook gezegd. Oké, nou dan moeten we eigenlijk af van onze traditionele hiërarchie. De divisiestructuur. En zij hebben dus tribes en squads opgericht. Dat zijn eigenlijk cross-functionele teams met mensen met verschillende expertise die met elkaar samenwerken. En mensen zitten ook nogal in een eigen chapter. En dat zijn de gelijkgestemden. Mensen met dezelfde kennis en opleiding. Maar ook daar zie je dat dat natuurlijk een heel lastig proces is. Omdat specialisten, deskundigen, die vinden het prettigste om met mensen samen te werken met dezelfde achtergrond en opleiding. Dat is heel mooi. Voor innovatie, dat gaat vaak dwars over kennisgebieden, afdelingen, divisies heen. Ja. Dus eigenlijk moet je dat ook in zo'n tribe of squad stimuleren. Dat, hè? Want je zit vaak met mensen van verschillende disciplines in zo'n team. Ja, en mensen vinden dat, als je nou mensen vraagt, vind je het nou leuk? En als ik de mensen vraag, dan zegt bijvoorbeeld een jurist van, ik vond het vroeger wel leuker, want dan zaten we allemaal met juristen bij elkaar. Dus dat is, maar als je het een tijdje doet, zien ze natuurlijk ook de nieuwe mogelijkheden. Misschien een ander voorbeeld, Shell R&D, waar ze dan ook moesten samenwerken in problem-solving teams met mensen met verschillende expertises. Ja, dat vonden die mensen ook vreselijk in het begin. Omdat ze ook niet gewend waren als specialisten met verschillende achtergronden met elkaar samen te werken. Ook niet gewend waren om elkaar feedback te geven of te zeggen, ik vind dat niet goed of ik vind dat wel goed. Nou, als je dan bijvoorbeeld 360 graden evaluaties gaat doen, ja, dat gaat niet werken. Dus uiteindelijk is daar ook een psychiater bij geroepen om, zeg maar, die kennisspecialisten te helpen om met elkaar te communiceren en feedback te geven. Dus eigenlijk met deze manier van werken heb je ook andere vaardigheden nodig als persoon. Misschien heb je die wel, maar heb je die op de werkvloer, wat jij zei, aan de kapstok, die hang je 's ochtends aan de kapstok. Ja, je bent ze misschien ontleerd, omdat ze namelijk niet bevestigd worden in de organisatie. Maar we zien dat voor innovatie heb je eigenlijk mensen nodig, wel met een bepaalde expertise. Dus je hebt wel een diepte van kennis nodig. Maar tegelijkertijd heb je ook een breedte nodig. Dus je moet ook op een vlakkige kennis hebben van aanpalende vakgebieden, wat er in andere afdelingen, divisies gebeurt. Dus je moet ook denken buiten je afdeling, buiten je bedrijf, misschien wel buiten je bedrijfstak. En in hoeverre is samenwerken ook met andere bedrijfstakken of andere organisaties cruciaal om te innoveren? Nou, dat is heel belangrijk. Kijk, innovatieve organisaties die hebben een heel grote, we noemen het heel mooi absorptievermogen, maar die kunnen kennis uit andere vakgebieden, andere bedrijfstakken weten dat te internaliseren, waardoor ze nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen. Nou, ik zeg eigenlijk tegen alle bedrijven die ik tegenkom, zeg ik, wie is de Uber in jouw bedrijfstak? En zeg, de Uber in mijn bedrijfstak. Dus eigenlijk wil je innoveren, zou je eigenlijk willen dat mensen gaan denken, wie is mijn disruptor? Ja. Bij de Rabobank gaan ze daar heel ver. Dan hebben ze zelf een programma, How to Disrupt Your Own Bank. Maar dat creëert dus wel een stukje bewustwording van wat mogelijke disrupties kunnen zijn en hoe jij daar zelf misschien op in kunt spelen of hoe misschien wel first mover kunt zijn. En laat ik een voorbeeld nemen in de fintech-industrie. Die banken, blockchain technology, dat is een nieuwe technologie die grote effecten gaat hebben voor onze financiële transacties, maar ook in de logistiek. Dus je zult daar, je moet buiten je eigen sector kijken. Ik vind Bunk een heel mooi voorbeeld. Die start-up, die CEO van Bunk zegt, ik wil eigenlijk alleen maar mensen hebben, met mensen werken, die geen achtergrond hebben in de financiële sector. Want de financiële sector van de toekomst is niet meer de financiële sector van nu.
Dus voor de mensen die Bunk niet kennen, is een soort van bank, maar dan eigenlijk alles gaat via de app. Is een soort van disruptief model voor de bankenwereld. Ja, ja. Nou, kort samengevat. Ja, nee, maar je ziet dat banken zelf ook niet stilzitten en dus ook met eigen bunks komen. Maar, ja, maar dat geeft dus eigenlijk al aan dat voor innovatie je vaak hele nieuwe kennis nodig hebt. Ja, vaak is die niet in je eigen organisatie. Moet je dus samenwerken met andere partners die dat wel hebben. En dat noemen we dan heel mooi co-creatie. Maar dat betekent ook dat innovatie niet meer als vroeger een heel gesloten proces is wat je doet met je R&D-afdeling. De innovatie doe je nu met klanten. Je doet low-cost experiments. Je doet het met partners. Je zult niet alle intellectuele eigendom, de IP, niet meer helemaal zelf in hand hebben. Maar dat moet je misschien ook niet willen. Het zal veel meer een open proces zijn. Ja, dus dat vergt ook wel iets in de mindset van een bedrijf. Hoe ze dingen aanpakken. Normaal is het eerste wat wordt aangevraagd een patent. Ja. Bij een R&D-afdeling. Ja, ja, en de grote machtige bedrijven willen dat in principe nog steeds. En er zijn natuurlijk heel mooie voorbeelden van Procter & Gamble die zo'n soort sourcing-programma hebben. Connect and Development. Dus iedereen die een goed idee hebt, moet connecten met Procter & Gamble en gaan developen. En dat heeft ook zeker wel een effect gehad op hun innovatieprestaties. En ja, ik hoor alle bedrijven nu zeggen, ja, nee, maar innovatie binnen ons eigen bedrijf is te langzaam. Dus wij investeren in start-ups. Schitterend. Mijn ervaring wat ik toch zie is dat er blijven toch Chinese muren tussen grote bedrijven en die start-ups. Dus wat we toch vaak zien is dat vervolgens de implementatie van die innovaties heel erg moeilijk wordt, omdat het grote bedrijf een heel ander DNA heeft dan die start-ups. En daar zie je toch weer hetzelfde probleem als grote bedrijven die een soort nieuw business development unit hebben, waar de WizKids zitten met leuke ideeën. En dan de staande organisatie waar mensen, laat ik maar even zeggen, het werk doen, de standaard operaties. En daar zie je dus ook weer die cultuurverschillen, dat ze elkaar niet begrijpen. En dat innovatie daardoor toch een heel stroperig proces is. En dus dat zie je heel veel bedrijven nu doen, hè? Die investeren in start-ups buiten hun bedrijf. Ja. In de hoop dat ze daaruit, en daar hebben ze dan aandelen of iets dergelijks in. In de hoop dat weer terugkomt dan. Wat is dan een betere aanpak? Is dat dan met medewerkers uit het bedrijf, wat je net zei, hoe kun je dat dan het beste doen? Nou, er zijn verschillende manieren natuurlijk. Hè. Je kunt het externaliseren. Dus je zegt, je besteedt het uit aan een start-up. Of kijk, ASML bijvoorbeeld is een heel innovatief bedrijf. Maar die werkt met heel veel partners. Die is ook continu benchmarken op het innovatievermogen. Waardoor je een soort heel innovatief netwerk creëert. Een soort netwerkorganisatie. Ja, dat is ook een manier om het te doen. Ja, ik vind DSM wel een heel mooi voorbeeld van een innovatieve onderneming. Dat vind ik toch een mooi Nederlands bedrijf die zich verschillende malen opnieuw heeft uitgevonden. Van kolen tot basischemie, tot fijnchemie, tot life sciences, tot material science, tot duurzaamheid. En ze hebben zich niet steeds opnieuw uitgevonden omdat het zo slecht ging in hun bestaande business, maar omdat ze veel betere kansen zagen in nieuwe business. En eigenlijk hun oude business ook heel erg cyclisch was. Nou, ja, als je kijkt hoe zij dat doen, dan hebben ze gezegd, innovatie is toch van doorslaggevend belang voor een bedrijf als DSM. Dus ze hebben toch een innovatiecenter. Dus ze hebben dat, laat ik maar zeggen, toch een beetje gecentraliseerd. Niet meer bij alle business units neergelegd. Nou, ze zijn ook heel veel gaan samenwerken met externe partners. Ze hebben allerlei incubators. En ze hebben eigenlijk ook bepaalde versnellingsregels. En ik vind een mooie kreet die ze bij DSM nu hanteren. Proudly found elsewhere. Oh, wauw. Ja, dus als jij zelf iets ontwikkelt en dat weet op te schalen en uiteindelijk dan neerlegt binnen een business unit. Fantastisch. Maar het is net zo fantastisch als jij ziet dat er een klein Zweeds bedrijfje is waar ze een soort duurzaam tapijt kunnen maken. Maar je ziet ook dat bedrijfje dat zelf niet kan opschalen. Je ziet al dat het een fantastische kans is voor DSM en je haalt dat binnen DSM. Dat is ook innovatie. Ga je daarmee een beetje het not invented here syndroom tegen? Nou ja, ik denk inderdaad dat innovatie is eigenlijk
een heel inclusief proces waar heel veel partijen bij betrokken zijn. Dus het is een utopie om te denken dat een innovatie altijd volledig in-house is. Sterker nog, alle in-house innovaties bij grote bedrijven uiteindelijk zijn daar van de oorsprong ligt vaak ook bij vaak ook andere partijen. Hè? Dus gesloten innovatieprocessen zijn vrij uitzonderlijk vandaag de dag. Zijn ook heel erg langzaam. Het is ook een heel sequentieel model. Van het begint met R&D, die komt met iets. Dan kijken ze bij productie of ze kunnen maken. Dan kijken ze of het kunnen marketen. Ja, je time to market is dan veel te laat. Je bent al heel snel ingehaald door anderen. Dus innovatie vandaag de dag is toch veel meer open innovatie. Betekent niet dat je niet meer hoeft te investeren in R&D. Want om te begrijpen waar je in moet investeren, moet je zelf die kennis ook in huis hebben. Maar je doet het veel meer met partners. En je doet ook veel meer, ja, wat ik dan noem, low-cost experiments. Hè? Dus, Bedoel je daarmee? Nou, je begint in plaats van al helemaal te investeren in die innovatie met een grote kans op mislukking. De meeste innovaties mislukken, ook vandaag de dag. Kun je beter daar een beetje investeren en gaan kijken van, nou, wat doet het? En dan werk je met de 1.0 en 2.0 versie. En ja, als het geen kansverslagen hebt, dan stop je ermee. Ja. Ja, als ik dit zeg, dan moet ik meteen denken aan Movars, dat ingenieursbureau. Daar werken allemaal slimme ingenieurs. En zij vonden ook en vinden nog steeds dat innovatie van doorslaggevend belang is. En zij vonden de innovatiesnelheid veel te langzaam. En ze hadden wel ingenieurs met goede ideeën. En die ingenieurs die gingen dan natuurlijk naar het management toe. En die zeiden dan van, ik heb een fantastisch idee. Een flexibele dijk. En dan zei management, nou, dat klinkt inderdaad heel erg goed. Maak maar een businessplan. En dan hoorde je nooit meer wat van die ingenieur. wat ze daar dus gedaan hebben, dat ze innovatiestudio's hebben gecreëerd. Dus mensen met een idee, die leggen dat voor aan de manager van de innovatiestudio. Nou, die krijgen dan 3 maanden tijd om daaraan te werken. Nou, is het dan kansrijk, dan gaan ze het opschalen. Is het niet kansrijk, werkt het gewoon niet. Nou, dan moet je het ook niet meer over zeuren. Nou, dit heeft een ontzettende boost gegeven aan het innovatievermogen van Movars. Ja, mooi, mooi voorbeeld. Wat ik wel eens zie bij dat soort initiatieven in bedrijven is dan is er een clubje dus heel enthousiast met zijn idee. Maar dan hebben ze ook af en toe de bestaande business nodig. En die, ja, als je innoveert doe je ook wel eens dingen buiten de regels om. Ja. Dus dan gaat de rest toch, dan gaat het toch wel heel erg schuren van jou. Ja. Of hij zit al vol hoe ga je daarmee om? Ja, ja, nou dat is dus het standaard probleem van het managen van 2 snelheden. En aan de ene kant moet een bedrijf exporteren, heel erg efficiënt zijn. Hè? Andere kant moet je echt fundamentele dingen doen. Moet je experimenteren. Nou, en de vraag is, hoe kun je dat nou combineren in 1 organisatie? En wij noemen organisaties die dat kunnen noemen ambidextre organisaties. Ambidextre staat voor organisaties met 2 rechterhanden. En de werkelijkheid gebied met zich, de meeste bedrijven dat dus niet kunnen. En nou, de standaard oplossing is inderdaad door het gewoon te scheiden. Dus je hebt innovatiecenters, die staan helemaal op zichzelf. En je hebt de staande organisaties waar de operaties plaatsvinden. En ja, die begrijpen elkaar niet. En misschien moeten we toch naar type organisaties waar we dat niet scheiden. Maar waar we op het niveau van het individu zorgen dat ze aan de ene kant een passie hebben voor efficiëntie. Aan de andere kant ook een passie voor vernieuwing en innovatie. Ja. En hoe je dat kan doen, dan vind ik toch, bijvoorbeeld die 20% regel van Google. Je geeft mensen dus incentives om ook na te denken, doe ik wat ik doe? Is dat nou wel goed? Of moet ik wat anders doen? Die 20% Google time is niet zo gek. In Philips Natlab, vrijdagmiddag, gingen al die researchers ook bezig met een fun project. We hebben dat eigenlijk allemaal weggesaneerd. Hè? De meeste bedrijven, als je de meeste bedrijven aan mensen vraagt van, hey, ben je bezig met innovatie? Innovatie, ja, dat is een soort window dressing, maar we hebben er helemaal geen tijd voor. Ja, wij moeten onze targets halen. Ja. Nou, als er in een organisatie geen slack is, als er geen een bepaalde maat van inefficiëntie is om mensen speelruimte te geven om te innoveren, krijg je dat dus niet. En dus eigenlijk zou je dus
toch moeten nadenken over versnellingsregels. Bijvoorbeeld die 5% of 10% Google time. Hè? Dus dat geeft mensen toch incentives om wel te innoveren. Als je investeert in R&D... De meeste R&D is geallockeerd aan klanten. Maar heb je ook vrije R&D? Nou, bijvoorbeeld zeg gewoon 15% vrije R&D. Dat zijn dus eigenlijk allemaal versnellingsregels om te zorgen dat geïnnoveerd wordt. Of je zorgt dat een bedrijf niet alleen als target heeft marktaandeel, margeverhoging of et cetera. Maar bijvoorbeeld ook 30% van de omzet moet komen uit nieuwe producten en diensten. Ja, dat vind ik heel interessant. Want je ziet vaak dat bedrijven, als we het hebben over innovatie, het ook nog wat jij in het begin zei, dat is het eigenlijk niet. Want er moet een nieuwe business ontstaan. Ja. Maar dat ze eigenlijk het effectiever en efficiënter doen. Want dat levert vaak ook meteen natuurlijk voordeel op. Dat kun je ook wel makkelijk uitrekenen. Ja. En bij een aantal experimenten, ja, dat weet je nog niet wat dat gaat opleveren over 3 jaar. En die vraag komt natuurlijk wel op tafel. Ja, wat levert dat ons uiteindelijk op? Ja, maar als je de verantwoordelijkheid van managers... Kijk, die managers, dat zijn natuurlijk uiteindelijk hele rationele wezens. In die zin dat ze proberen dat te doen wat van hen gevraagd wordt. En heel veel managers hebben allerlei key performance indicators. Maar innovatie staat daar niet bij. Dus als je nu als management zorgt dat je divisie niet alleen managt op korte termijn winstgevendheid, maar juist ook op innovatie, dan zal die manager niet alleen maar gaan voor die maximale exploitatie. Want die zal denken, ja, maar ik word ook afgerekend op de omzet die ik haal uit nieuwe producten en diensten. Dus ik hoef niet mijn business helemaal uit te melken. Ik moet ook nadenken over nieuwe business. Dat is een iets andere manier van denken. En dan reken je dus die manager op een andere manier af. En daarmee zal hij of zij ook sneller geneigd zijn, ja, om toch ook wat meer te investeren in innovatie en toch ook meer ruimte te geven aan mensen om te innoveren. Dus eigenlijk moet dat toegevoegd worden aan, de meeste bedrijven hebben ook geen functioneringsgesprek meer die zo werken. Maar als je die wel hebt, dat je dan zegt ook van innovatie is ook een onderdeel. Hoeveel innovaties heb jij dit jaar opgeleverd? Nou, heel veel bedrijven nog wel functioneringsgesprek. Heel bedrijven zijn heel traditioneel. Dat is een jaarlijks functioneringsgesprek. Ik ben het met je eens dat je dat veel frequenter moet doen. Nou, maar dan zou je ook, als je dan toch wilt monitoren, dan zou ik zeggen, nou, monitor dan ook innovatie. Ik vraag heel veel bedrijven. Bijvoorbeeld, ik vraag mensen welk percentage van omzet komt aan nieuwe producten en diensten. Niemand weet het. Dat is toch gek? En als ik vraag van, nou, wat is je marktaandeel? Hoe hebben jullie dit jaar gescoord? Allemaal efficiency ratio's, die kunnen ze zo oplepelen. Dus we weten het vaak ook niet. En het zal steeds meer van ons vereist worden. Omdat, we hadden het ook over disruptie. En we hebben steeds meer te maken met hyperconcurrentie. Dus bedrijven hebben niet meer eeuwige concurrentievoordelen, maar veel meer korte termijn concurrentievoordelen. En die zullen veel sneller moeten innoveren en ook veel sneller met een nieuw businessmodel moeten komen. Dus ja, innovatie is wel heel erg belangrijk geworden. Belangrijk genoeg om het ook mee te nemen in key performance indicators. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe je het echt goed uitrekent. Want het blijft altijd een issue. En heb jij, want jij weet veel, jij weet veel van hoe het met Nederland gaat, hè? Met de innovatievermogen. Ja. Maar sterker nog, ik heb net de gegevens zien van het World Economic Forum over de Global Competitive Index. Maar die komt pas volgende week uit. Oh, dus, ja, dat is dan heel jammer. Ik mag niks over vertellen nu nog. Maar of wanneer wordt het uitgezonden? Over een maand. Dus dan mag je het wel vertellen. Okay. Ja. Misschien kun je iets vertellen over hoe het met Nederland gaat met de innovatie. Nou, Nederland heeft wel een inhaalslag gemaakt. Hè? Dus wij staan ook dit jaar, en het is ontzettend knap, staan we op de 4e plaats van de Global Competitive Index. En dus we moeten alleen nog landen als Zwitserland, Verenigde Staten en Singapore voor ons laten. Maar we zijn gewoon, ja, binnen Europa, als ik Zwitserland even niet meereken, zijn we gewoon high performer. Dus we doen het heel erg goed. En we doen het heel erg goed. Nederland doet het heel erg goed in de basisfactoren. Dus wij hebben hier gewoon een hele goede infrastructuur. We hebben hier ontzettend goede universiteiten en hogescholen. Mag best wel even gezegd worden. We hebben ook een goede gezondheidszorg. Dat zijn allemaal condities die je nodig hebt voor innovatie. We hebben een hele betrouwbare, efficiënte overheid.
Ook onze marktwerking, onze markten zijn zeer efficiënt. Nou, kunnen zijn wel wat minder als het gaat om met name ons het financiële systeem. Hè? Dus met name als het gaat om de financiering van start-ups en dat soort dingen. Dan kunnen we nog, valt wel op af te dingen. Maar en ook op innovatie presteren we vrij goed. Dus Nederland, in Nederland zien we dat bedrijven beter samen met werken met kennisinstellingen. Dat was eigenlijk altijd de Achillespees van Nederland. En je ziet toch nu dat binnen universiteiten valorisatie belangrijker wordt. En dat de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen veel beter gaat. Dat komt natuurlijk ook door al die kennisplatforms die we nu hebben. Hè. De high-tech campus, de Camelot campus. Wat er in Amsterdam met ICT gebeurt. Het zijn allemaal hele goede ontwikkelingen. Dus ja, Nederland doet het vrij goed. Waar Nederland, vind ik, het niet goed doet, dat zijn gewoon onze private investeringen in R&D. Dus bedrijven zouden veel meer moeten investeren in R&D. Wetende dat dat ook alleen niet genoeg is. En bedrijven zouden veel meer moeten investeren in sociale innovatie. Dus daar zouden we nog wel een slag kunnen maken. Ja. Wat ik wel mooi vind in innovatie, je hoort heel erg, als je anders gaat werken, dan gaat het ook echt over betekenisgeving. En aan de andere kant moet het ook meteen zoveel geld opleveren. Ja. Ik vind het zelf ook nog wel eens lastig. Dan zeggen ze, wij willen zoveel extra omzet. Maar uiteindelijk doe je het ook om gewoon prettig te werken. Ja. Of om het gewoon leuk te hebben, leuke dingen te doen. Ja. Nou kijk, de boodschap die ik altijd geef hangt af van wie tegenover mij zit. Maar het mooie is dat het een win-win situatie is. Kijk, innovatie om de innovatie, dat is natuurlijk heel mooi. Dat is misschien ook de reden waarom Philips NatLab niet meer bestaat. Innovatie om de innovatie, dat doe je bijvoorbeeld binnen kennisinstellingen. Uiteindelijk wil een bedrijf moet toch concurreren en wil uiteindelijk toch aan die innovaties verdienen. Het mooie nu juist is dat je hebt helemaal gelijk en je kunt niet op een papiertje berekenen wat die innovatie, wanneer die gaat slagen en wat die gaat opleveren. Dat, als ik dat kon, dan zou ik nu wat anders doen. Dat is natuurlijk. Een innovatie heeft te maken met risico en onzekerheid. Maar toch, als je een bepaald portfolio maakt van die innovaties, kun je wel iets zeggen over wat dat eventueel zou opbrengen. Dus ja, je kunt dat niet van tevoren berekenen. Maar je weet uiteindelijk, weet je, innovatie is duur. Maar weet je nog wat veel duurder is? Niet innoveren. Want als je niet innoveert, dan zul je uiteindelijk niet meer bestaan. Dus ik heb gisteren met mijn studenten bespreek al de blockbuster Netflix case. Ja, blockbuster marktleider. Ontzettend goed businessmodel. Maar ja, nooit die omslag hebben kunnen maken naar video on demand. En ja, het bestaat niet meer. Dus ja. Waarom hebben ze niet geïnnoveerd? Ja, kijk eens wat er met Blokker gebeurt. Kijk er wat met de Free Record Shop is gebeurd. Dus je kunt hele mooie berekeningen maken. Maar als je niet innoveert, dan weet je zeker wat er gebeurt. Dan word je dus een end-up eigenlijk. Wat zeg je? Dan word je een end-up in plaats van een start-up. Ja, dan word je inderdaad een heel mooi woord. Dan word je een end-up. En natuurlijk, kijk, we weten gewoon dat de Valley of Death. Heel veel innovaties zullen uiteindelijk mislukken. Op zich is dat niet helemaal niet zo erg. Want je ziet ook dat mislukte innovaties bedrijven toch vaak kennis ontwikkelen die ze dan of later weer gebruiken of betere keuzes kunnen maken. Het idee dat innovatieve bedrijven dat hun innovaties meteen succesvol zijn, is ook een utopie. Hè? Als ik weer even terugga naar Netflix, die had eerst hetzelfde model als Blockbuster, maar uiteindelijk zijn ze gekomen met het abonnementsmodel wat toen nieuw was en met ook met video on demand. Maar dat was ook vallen en opstaan. Dus ja, innovatie is een proces van vallen en opstaan waar je van moet leren. En uiteindelijk kan dat je helpen om uiteindelijk een heel nieuw businessmodel te ontwikkelen en succesvol te zijn. Ja, dus dan moet je dus wel ook oog hebben voor de lange termijn. Dus op korte termijn faalt er waarschijnlijk een aantal projecten. Maar op lange termijn. Ja, op lange termijn moet je dus zorgen dat je
portfolio van, laat ik maar zeggen, breakthrough projecten versus zeg maar dat wat meer incrementele productverbeteringen, dan noemen we de incrementele innovaties. Eigenlijk zou je als bedrijf altijd een soort gouden regel moeten hebben dat 2/3 van je activiteiten is bestaande business, maar 1/3 moet eigenlijk nieuwe business zijn. En als je dat niet hebt, als je niet die, ja, zoals Jeroen van der Veer bij Shell noemde, die potjes op het vuur hebt, ja, dan is je bestaanszeg van je bedrijf staat dan onder druk. Dan dooft het vuur. Dan dooft het vuur. Ja. Dat is de lucht die een bedrijf nodig hebt. En diezelfde speling moet je ook zorgen dat die in je bedrijf is. Ja. En als jij nou al jouw, want je hebt veel ervaring met innovatie, al jouw lessen mag samenvatten op 1 tegeltje, wat zou dan jouw spreuk zijn? Oh ja, dat is... Ik ben niet zo goed in korte statements. Ik vind de 75-25 regel, die zou ik dan wel op een tegeltje willen hebben. Dus beste manager, 1/4 van uw investeringen in technologie bepaalt innovatiesucces. Maar uw leiderschapsstijl, de manier van organiseren en inrichting van de arbeid bepaalt 75%. Nou, het is weer iets te lang voor het tegeltje, denk ik. Ja, dat is niet. Nou ja, eigenlijk zou ik dan op het tegel willen hebben dat de zachte kant van innovatie is uiteindelijk de meest harde kant van innovatie. Dat is een mooie... Ja, die past er dan wel op. Ja, die past. Want wat ik mij wel afvraag, want sociale innovatie is heel belangrijk, maar in mijn ogen nooit echt doorgebroken of zo als term in Nederland. Misschien wel vanwege het woord sociale innovatie. Ja, ja. Maar die agile, die scrum, dat soort dingen doet het wel. Ja. Is het tijd voor een nieuw jasje of een... Ja. Nou, heb je helemaal gelijk in. Kijk, sociale innovatie, dat denkt vaak een manager denkt van, oh, dat is een hobby van de werknemers. Het zal wel komen van de ondernemingsraad of de vakbonden. En de vakbonden denken bij sociale innovatie, ja, dat is een manier om te zorgen dat de arbeidsvoorwaarden nog meer worden uitgekleed. Dus dat is een soort trade-off, een dilemma waar we in zitten. En sociale innovatie heeft ook buiten de grenzen ook weer een hele andere context, hè, want dan wordt het veel breder gedefinieerd. Dus in Europa is er ook veel aandacht voor sociale innovatie. Maar in Noord-Europa, in Denemarken, Zweden, heeft men dezelfde opvatting die wij hier hebben over sociale innovatie. Dus dat complementair is aan technologische innovatie. Maar in Zuid-Europa is sociale innovatie veel meer dingen die een bedrijf doet die ook maatschappelijk nut hebben. Nee. En ook heel erg belangrijk. Dus buiten de grenzen noem ik het management innovation. En dat concept management innovation krijgt ook in bijvoorbeeld in Harvard Business Review, London Business School, Julian Birkinshaw is daarmee bezig, Gary Hamel. Heel veel mensen zijn bezig met management innovation. En eigenlijk, die laten eigenlijk ook zien, dat is ook heel veel internationaal onderzoek door een Van Reenen, die laat zien dat de adoptie van die management innovatie uiteindelijk succes en performance van bedrijven verklaart. Dus we hebben bijvoorbeeld, we spreken heel veel over technologie, maar de grote doorbraken in productiviteit zijn gekomen bijvoorbeeld door massaproductie, lopend bandsysteem, de divisievorm, de balanced scorecard. Dat zijn allemaal managementconcepten, management innovaties, die leiden juist tot productiviteitsverhoging en innovatie. Dus die zachte kant van innovatie krijgt wel steeds meer aandacht. Maar internationaal noemen we dat dan vaak management innovation. Is het dan ook tijd voor het veranderen van bijvoorbeeld de business schools, waarin de managers worden opgeleid? Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, ik hou me veel bezig met innovatie, maar het innovatiedebat, mijns inziens, wordt met name gedomineerd door toch meer wetenschappers in de techniekhoek. Hè? Dus iedereen heeft tegenwoordig over de vierde industriële revolutie, over Internet of Things, robotisering, 3D-printing, cloud computing. En dan denk ik, ja, tuurlijk, die vierde industriële revolutie wordt heel erg belangrijk. Maar wat betekent dat voor hoe wij gaan werken? En in World Economic Forum hebben we ook een onderzoek gedaan naar Future of Work. En dan zie je dat heeft
gaat grote consequenties hebben. 65% van de kinderen die nu beginnen aan een lagere school, die gaan straks functies vervullen die nu nog niet bestaan. Heel veel bedrijfstakken zullen niet meer bestaan, of daar zal een hele grote uitstoot plaatsvinden van arbeid. Met name de financiële sector en de logistieke sector. Ik hoor eigenlijk te weinig business scholars in dit hele debat. Het wordt een beetje gedomineerd door, nou, laat ik maar de tech freaks. Hè. En dat verhaal is eigenlijk, we hebben te maken met exponentiële adoptie van nieuwe technologieën. Ja. Ik vind het eigenlijk veel interessanter wat dat betekent voor organisaties. Dus ik vind dus ook dat in de business school wij hier veel meer aandacht moeten aan besteden. Dus hoe gaan bedrijven om met technologische innovatie en management innovatie? Ja, dat is interessant. Een mooie oproep, denk ik ook wel, om daar ook meer aandacht voor te hebben. Waar haal jij nou zelf jouw inspiratie vandaan? Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Nou, ik haal heel veel inspiratie uit gesprekken die ik heb met bedrijven, met managers. Ik ben hier hoogleraar strategie aan de Rotterdam School of Management. Daar haal ik heel veel inspiratie in in de vakken die ik doseer met jonge mensen. Dat krijg ik heel veel inspiratie. Die wijzen mij vaak ook op mijn beperkingen. En dat ik achterblijf bij adoptie van bepaalde nieuwe technologieën. Mijn studentassistenten zegt altijd van, joh, maar doe je dat zo, man? Dan kun je veel beter zo doen. Nou, daar haal ik veel inspiratie vandaan. Maar ik ben ook wetenschappelijk directeur van Erasmus Center for Business Innovation. En daar doen we ook heel veel toegepast onderzoek samen met bedrijven. Daar ook heel veel inspiratie met gewoon gesprekken met managers. Waar zitten zij mee? Wat zijn de uitdagingen waar ze mee te maken hebben? Maar niet alleen managers. Ik ben nu bezig met een nieuw boek. Dat gaat volgend jaar uitkomen. Dat gaat heten Innovatie Jij.nu. Ik vind innovatie is ook iets heel erg inclusief. Innovatie is niet iets alleen van de managers, ook van jou en mij. Ja. Wij moeten ook innoveren. Dus ook voor dat boek heb ik gewoon heel veel mensen op de werkvloer geïnterviewd. Kun je een tipje van de sluier al oplichten? Of nou ja, bijvoorbeeld bij hier een hele grote terminal, hier een nieuwe Maasvlakte. Ja, dan zie je dus dat mensen, kraanmedewerkers die eerst bovenop de kraan zaten en dus containers verplaatsten. Ja, die zitten nu op die nieuwe terminal en die zitten nu gewoon, ja, zoals wij hier, op kantoor met een joystick die kraan te bedienen. Nee. En dat vereist hele andere vaardigheden van die mensen. En dat bedrijf zei eigenlijk, kunnen die, want die kraanmedewerkers zijn heel hoog in de hiërarchie trouwens. Hè? Dus, en die vroeg zich af, kunnen die mensen dat wel? Of moeten we met gamers gaan werken? Hebben ze met gamers gewerkt en met die oude kraanmedewerkers? En wie denk je nou, wie deed het nu het beste? Ik denk toch de kraanmedewerker. Ja, heel goed. Heel veel mensen zeggen die gamers, die weten, die kunnen omgaan met die joystick en IT. Ja, maar als het heel erg, zoals vandaag, heel erg regenachtig weer is, of het is windkracht 4, ja, dan kon die gamer niet goed omgaan met die afstandsbediening van die kraan. En heel veel containers vielen eraf. En die oudere medewerker die nog op de kraan had gezeten, die weet precies wat hij dan moet doen. Ja. Nou, dit is ook heel, ik vind, dit voorbeeld geeft aan dat mensen kunnen meer dan we denken. Met andere woorden, ook oudere medewerkers, die kunnen best die innovatiedrive maken. Ja, als je ze maar voldoende challenged. Ja, dus dat is eigenlijk ook een oproep van, je hoeft niet afscheid te nemen van al je medewerkers. Je kunt ze ook opnieuw inzetten. Sterker nog, ik heb veel meer sympathie voor bedrijven die in staat zijn om te innoveren en een bestaande crew meenemen. Of nog meer sympathie heb voor bedrijven die nu al investeren in nieuwe vaardigheden van de mensen. Omdat ze weten dat het heel lastig wordt als je afscheid moet nemen van heel veel mensen en nieuwe mensen moet aannemen. Dus je moet eigenlijk nu al ook afvragen, ja, innovatie, al die nieuwe technologieën, maar wat betekent dat voor de vaardigheden van mijn medewerkers? We hebben het heel veel over 21ste eeuwse vaardigheden. Kijk, de vaardigheden anno 2017. Ja, analytische vaardigheden zijn heel erg belangrijk. Maar in 2020, 2025 wordt veel belangrijker bijvoorbeeld creativiteit. Critical thinking.
Dat zijn vaardigheden die steeds belangrijker worden, omdat al die analytisch routinematige dingen, ja, dat kun je ook doen via artificial intelligence, machine learning. Hè? Dus dat zal steeds meer worden overgenomen door robots of chatbots of whatever. Ja, dus het is ook belangrijk om gewoon nu al vooruit te kijken, ja, en ook te investeren. Niet alleen in nieuwe R&D-projecten en technieken, maar vooral, ja, ook in je eigen mensen. Vooral ook in je eigen mensen, ja. Een populaire rubriek is nog een favoriete serie die je hebt, bijvoorbeeld op Netflix of een andere, HBO, om te delen met mensen. Waar ben jij, ja, door geraakt? Ja, dus weet je, ik ben snel bij Netflix. Ja, mijn kinderen kijken er veel naar. En ik krijg dan ook soms aanbevelingen van Netflix wat ik zou moeten gaan kijken. En dan zit ik even te denken, dan heb ik laatst een hele mooie film gezien. Ja, de Bullion Sisters, ken je dat? Nee. Ja, dat is een fantastische film. Het gaat eigenlijk, dat is speelt zich af in Engeland. En dat zijn dan twee meisjes die eigenlijk koningin moeten worden. Ja, als zoals ik het nu vertel, is het heel simpel. Maar hele mooie film, ja. Oké, een goede aanrader. Ja. Maar wat het met innovatie heeft te maken, dat kan ik jou niet 1, 2, 3 vertellen. Het maakt niet uit. Inspiratie helpt altijd, hè, voor nieuwe ideeën en dingen. Ja. Nou ja, ik vind natuurlijk wel, voor innovatie heb je overtuigingskracht nodig. En bijvoorbeeld, hoe heet die actrice? Keira Knightley, ken je die? Nee. Dat is echt een... hoe die... Ja, ook in de film jou weet te overtuigen. Dan denk ik, deze zou... Die zou elke innovatie goed kunnen verkopen. Dus van overtuigingskracht, want waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik zie natuurlijk heel veel start-ups die dan een presentatie moeten geven. En dan zie ik vaak ook heel erg... focussen op waarom dat die technologie of dat product, waarom dat zo bijzonder is. Daar weten ze alles van, maar ze weten het niet echt over te brengen dat ik er echt ook in ga geloven. En dat zijn bepaalde vaardigheden. Dan moet je ook laten zien van, ja, maar wat is het businessmodel? Waarom zul je buy-in gedrag zien van customers? Welke behoeften benut je daarbij? Welke keuzes heb je gemaakt als het gaat over de wat je wil en wat je niet doet. Daar heb je ook heel belangrijke overtuigingsvaardigheden voor nodig. Ja, een van de onderschatte dingen. Als je het niet kunt verkopen, dan... Je hebt de kennis wel. Maar het is wel heel erg, hè, waar we het over hadden. Dus die diepte, maar je moet ook die breedte hebben. Ja. Dus als je moet pitchen, is overtuigingskracht heel erg belangrijk. En dat betekent ook, wat ik vaak mis, is dat... Kijk, een acteur kan zich heel goed verplaatsen in dit geval bij een pitch de mogelijke financiers. En ik zie heel veel mensen met een idee of een innovatie, die kunnen zich niet verplaatsen in die ander. Dus je moet je verplaatsen in die ander die er niks van begrijpt. En hoe kun je hem dan uitleggen? Een mooie aanbeveling nog voor de mensen die presenteren. Nou ja, ik zou ze echt wel aanraden om acteerlessen te nemen. Ik bedoel, wij hebben hier ook onze docenten. Die staan soms voor groepen van 500 studenten. En je ziet dat de aandachtsboog, de concentratieboog, die is misschien 2,5-3 minuten. Dat betekent, als je in een collegezaal zit voor 500 studenten, dan moet je alles heel groot brengen. Dus we hebben ook die docenten een cursus drama gegeven. Om te zorgen dat daarmee hou je dus de aandacht. Je kunt ook heel veel leren van tv kijken. Hè? Bijvoorbeeld De Wereld Draait Door werkt met sidekicks. Nou, als ik college geef, werk ik ook met sidekicks. Dus ik haal een student eruit en die hou ik bij me. En dus die stel ik af en toe wat vragen. En dan zie je ook, dan blijft de aandacht langer hangen. Dus je kunt, je kunt heel veel leren van series. Je kunt ook heel veel leren van tv. Ja,
Dat is een mooie afsluiting bijna. Tot slot, je hebt nu heel veel gedeeld. Waar worstel jij nog mee als er mensen luisteren die denken, nou, die kunnen jou misschien helpen? Is er iets waar jij op dit moment je hoofd over breekt? Heb je een prangende vraag? Ja. Ja, nee, ik worstel. Waar ik zelf mee worstel ook is we hebben nu, hoe moet je innoveren? En dat zeggen we dan tegen managers die het ook hartstikke druk hebben met business as usual. En ja, waar leg je nu de accenten? En ik herken dat. Ik ken het ook in mijn eigen werk. Hè? Dus ik moet ook, nou, ik doseer nu 3 vakken tegelijkertijd. Tegelijkertijd werk ik ook aan die innovatiesurvey. Met Avro Tros zijn we bezig met de Nederlandse innovatieprijzen. Ik werk samen met Amerikaanse collega's aan een wetenschappelijk artikel. Die me steeds mailen, wanneer lever je input nou? Balanceren, hoe balanceer je het nou? Ja. Hoe zorg je nou dat je goede balans hebt? We weten ook dat je ook in jezelf moet investeren, in je gezondheid. Dus je moet af en toe ook ontspannen, je moet bewegen. Dus dat is iets waar ik mee worstel. Als iemand goede tips heeft. Als iemand goede tips heeft van hoe je dat goed in balans kunt krijgen, dan houd ik me aanbevolen. Heel hartelijk dank. Graag gedaan. Ik ben echt heel blij met jullie reacties in iTunes. King760081 die zegt: inspirerende verhalen op een fijne manier tot je nemen. Goed luisterbaar, met humor en prikkelend. Maar wil je deze show ook 5 sterren geven of een berichtje voor me achterlaten? Dat kan via iTunes. Wil je blijven leren en altijd op de hoogte zijn van het laatste innovatienieuws? Meld je dan aan voor onze wekelijkse innovatietips via innovatiewasstraat.com.